die elkaar weer kunnen stimuleren en inspireren. Maar ook omdat de werkgelegenheid de laatste 5 jaar voor de creatieven, zoals het dan al heet, alleen al met 15% is gestegen. En dat betekent een relatief geringe aandacht, maar wel enthousiasme die we eraan geven, een enorme spin-off kan hebben voor deze stad. En grote bedrijven, of het nou Siemens of KPN of wat dan ook is, die zeggen, ja, wij vinden dat ook juist wel leuk, dat die creatieve starters wat om ons heen zitten. Want daar kunnen we juist dingen mee opzetten en uitwerken. Creatieve